Willem-Frederik Schilt, Vlaams parlementslid voor Open VLD, zowel in de Vlaamse regering aanwezig als in de federale regering, die over een goede maand moet beslissen over die kernuitstap. Ja, de werkgevers zijn nu eensgezind. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Die twee jongste kerncentrales die moeten open blijven, want ja, anders gaan de, de prijzen van elektriciteit nog te veel stijgen en zal de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd zijn. Bent u het met hen eens? Niet helemaal, deels wel. Het typische antwoord van een politicus. Maar evident moeten we natuurlijk kijken naar wat er gebeurt in Rusland en welke impact dat kan hebben op de elektriciteitsprijzen. En moeten we ons beleid daar ook op afstemmen. Dus die evenementen moeten zeker mee in rekening genomen worden wanneer de regering in maart zal beslissen. Iets anders is dat we een beetje ook voorzichtig moeten zijn en kerncentrales langer openhouden en flexibele gascentrales, kost natuurlijk heel veel geld. Niet heel veel, maar dubbel zo heel veel geld. En daarbij is ook zo dat het langer openhouden van die centrales geen impact heeft op de elektriciteitsprijs voor de burgers. Dus in die zin denk ik moeten we toch een beetje genuanceerd kijken naar dat verhaal. Maar alleszins heeft federaal minister Tine van der Straten het kader voorbereid. En dus kan mijn enige oproep zijn om de kalmte te bewaren, om de nieuwe omstandigheden aan de grens met Rusland en Oekraïne en de impact daarvan op, de prijzen en op de elektriciteitsmarkt grondig te bekijken en dan de beslissing te nemen. Ja, u zegt de, of we die kerncentrales nu langer openhouden of niet, dat heeft geen invloed op de prijs van elektriciteit voor de burger. Hoezo? Nee, dat klopt, omdat de prijs van elektriciteit niet in België wordt gezet, die wordt op de Europese markt bepaald. En dus riskeren we een beetje, wanneer we die oude centrales, waarvan Engie zelf zegt dat ze heel moeilijk nog te verlengen zijn, stel dat we dat toch zouden kunnen, dan gaan zij daar veel geld voor moeten krijgen. We geven hen dat geld, centrales beginnen te draaien. Je zou dan denken we hebben eigen stroom bepalen dezelfde prijs, maar dat is niet zo. Want zij verkopen die prijs aan de bedrijven. Aan de gezinnen die Europees op de markt gezet worden. En dus, in die zin, riskeer je vooral subsidies naar Parijs te dragen, in plaats van te investeren in je eigen burgers. En daarom denk Subsidies ik, naar Parijs draag ja. je ook uh, als je Zeker de kerncentrales sluit en je het, geld geeft voor gascentrales. Dat is het klassieke debat tussen ja. kerncentrales langer open houden of gascentrales. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat we al te laat zijn om die kerncentrales nog een beetje deftig te kunnen verlengen. tegen een beetje een deftige prijs. Met de gascentrales zit het anders. Dat past in een globaal systeem waar wij ook aan Vlaanderen kunnen aan bijdragen. En dat is de omslag maken naar energie die burgers zelf kunnen opwekken, waardoor ze dus niet afhankelijk zijn van de prijzen op de internationale markten, minder moeten verbruiken, hun stroom meer in eigen hand kunnen nemen. Dus we mogen ons vooral niet blind staren op welke grote centrales hebben we nodig Ofwel is het een kerncentrale langer openhouden, we zullen dat moeten bekijken, ofwel is het gascentrales. Die twee samen lijkt me niet verstandig. Maar daarnaast mogen we vooral niet vergeten om erover te waken dat de burger zelf beter wordt van de energietransitie. Ja. Um... Meneer Rousseau, Conor Rousseau, die ik hier net gesproken heb over hetzelfde onderwerp, zegt eigenlijk heel eenvoudig: van kijk, voor ons is het criterium gewoon wat levert de goedkoopste energie op voor de burger. En als zwart op wit bewezen kan worden dat het goedkoper is met kerncentrales open, dan ben ik daarvoor. Sluit u zich aan bij dat standpunt? Dat is niet heel gek natuurlijk, daarom dat ik ook waarschuwde naar waar we het geld dragen en er toch voor te waken dat het vooral onze burgers ook ten goede komt. En daarbij moeten we denken aan de burgers en de bedrijven vandaag, want ook de bedrijven varen daar natuurlijk wel bij en dat is ook belangrijk. Maar we moeten ook denken aan morgen. Met andere woorden, welk systeem is het meest duurzaam, kan blijven duren en is niet alleen nu snel snel een labmiddel om een acute crisis te bezweren. Als je geld moet uitgeven Zorg dan dat het op een manier wordt uitgegeven dat we er voor lange tijd van kunnen profiteren. Ja, maar is dat ook het criterium voor u? De prijs van elektriciteit voor de burger, die, de optie waarin die het laagst is, die moet je nemen. Een gezond energiebeleid, en het is een beetje een boutade, maar die is niet minder waar, focust op drie punten: de betaalbaarheid, de zekerheid, er moet altijd voldoende energie zijn, anders stort je economie in elkaar en ook de duurzaamheid. Die drie elementen moeten in evenwicht zijn. Dat is een moeilijke puzzel. Daar wordt nu aan gewerkt. En dus die zekerheid is ook een element die we moeten bekijken naar aanleiding van de conflicten die in Rusland zijn ontstaan. Ja, maar ik hoorde u ook wel zeggen, eigenlijk is het te laat om die kerncentrales te verlengen. Dat is mijn aanvoelen. Engie heeft als al twee keer, drie keer toe, denk ik, gezegd dat het technisch bijna niet meer mogelijk is. Natuurlijk, een ingenieur zal zeggen, technisch is altijd alles mogelijk, en maar dan Frank wordt het onbetaalbaar. Dat ook de... Ja, natuurlijk, maar dan wordt het gewoon heel erg duur. Die centrales zijn gebouwd om een bepaalde levensduur te hebben. We zijn aan het einde. Wil je dat dan nog verlengen, ja, dan moet je grondige renovaties gaan beginnen doen. En een kerncentrale renoveren, dat is natuurlijk net iets anders dan een badkamer of een keuken renoveren. Ja, Duur, het wordt dan duur voor de overheid, bedoelt u dan? Heel duur voor de overheid en dat mogen we niet vergeten. Als het duur wordt voor de overheid, dan is dat ook belastingsgeld, dat is ons en u, alle belastingcenten die we daaraan moeten spenderen en die we dan minder kunnen spenderen in andere dingen die veel meer impact hebben op de prijs voor de burger. Dus dan toch twee criteria: wat kost het aan de overheid en wat zal het resultaat zijn? Welke elektriciteitsprijs zal ja. de burger moeten betalen? Inderdaad. Oké. Okay. Ja, over, uh, die, uh, over Engie gesproken en zo. Uh, deze week werd bekend dat zij he heel erg veel winst gemaakt hebben. Vorig jaar in België alleen al. Meer dan 1 miljard. Ja. ja terwijl zij. Nauwelijks belasting betalen. 149 miljoen is die nucleaire rente nu, die, die heffing op de winst uit de kerncentrales. Moet er meer winst afgeroomd worden van NG? Even duidelijk zijn, er zijn twee dingen. De belastingen die een vernootschap of een bedrijf betaalt, gewoon op haar bedrijfsresultaten. En daarnaast is er de nucleaire rente, wat een extra belasting is die we daarop gezet hebben, omdat die centrales al lang zijn afgeschreven. En die zijn al lang afgeschreven omdat u en ik wij allen, en de mensen thuis, uh, in de jaren 70, 80, 90 veel betaald hebben voor onze elektriciteit. Dus we hebben de versnelde afschrijving betaald van Energie en dat compenseren ze nu. Dat ja, is wat maar het is. Wordt heel weinig gecompenseerd toch? Hè? Als je ziet hoeveel winst ze maken. Het met punt het is dat de natuurlijk vertaald. de de prijzen heel hoog zijn, eh, maken ze natuurlijk veel meer winst. En dat is een moeilijk debat. En daarin moet een zekere rechtvaardigheid gelden, maar ook rechtzekerheid. Een bedrijf moet weten, ik kom naar België, ik investeer daar, ik maak een overeenkomst met de overheid, bon, ik weet waar mij aan te verwachten. Als de prijzen heel laag zouden zijn, ja, dan incasseren ze ook het verlies. Zijn de prijzen heel hoog, dan incasseren ze de winst. Wat natuurlijk niet wil zeggen, als je in een beetje een monopolieachtige situatie terechtkomt, dat de overheid zeker een vaste terecht recht heeft om excessieve winsten af te romen en die terug te ja, laten vloeien. Dus wat zegt de op VLD dan? Proberen wel. af te romen of afblijven? Ik denk dat we goed moeten kijken hoeveel die winsten zijn, hoe structureel dat die zijn. Want als je eventjes winst maakt, maar nadien drie jaar lang heel veel verlies maakt, je moet het ook natuurlijk een ja, beetje kunnen verhogen. De zijn hoog en gaan hoog blijven, zegt iedereen. Dus... Die gaan voor een heel aantal jaren hoog blijven. Dus het is niet aan mij om hier vanuit Vlaanderen te zeggen wat federaal ermee moet doen. Maar ik denk als liberaal moet je er vooral voor er op toezien dat de markt flexibel is en nieuwe spelers toe kunnen treden. En dat een semi-monopolist of iemand met te veel gewicht in de markt niet alle winst naar zich toe kan trekken. Dus ja, excessieve winsten afromen, denk ik, kan een piste zijn die... Is. Maar let op: zekerheid is heel belangrijk om ook mensen te inspireren om te blijven ondernemen in ons land. Oké, okay, goed. Misschien nog een vraagje over de arbeidsdeal. Ja. Bent u er heel blij mee? Wat betekent dit voor de Vlaamse arbeidsmarkt? Gaat dat meer mensen in Vlaanderen aan het werk krijgen? Uh, dat zullen we moeten zien. De proof of the pudding is altijd uh, in de uh, eating, zoals ze zeggen. Maar ik zie daar heel veel dingen in waar ik heel blij van word. Meer vrijheid voor mensen om hun eigen werk en leven op elkaar af te stemmen. U hebt de voorbeelden allemaal gezien. Hè, wanneer je de kinderen naar school moet brengen, je bent dan alleenstaande, is het heel lastig om, om om acht uur of om negen uur te moeten beginnen met werken, want dan zet je de kinderen af aan de schoolpoort. Uh, en in die zin is het kunnen verschuiven met je, je werkdag, is wel heel aantrekkelijk en heel aanlokkelijk. Dus ik denk dat is zo een van de elementen die er voor mij dan persoonlijk uh, heel erg is. En ik denk dat dat ertoe kan bijdragen. Als mensen een betere combinatie tussen werk en leven kunnen maken, ja. zullen ze ook gewoon beter werken en minder burn-outs hebben, minder uitvallen. Wat dan ook weer een goede zaak is voor bedrijven. Dat is juist. Maar uh, is het geen mager beestje, als je kijkt hoe laag de werkzaamheidsgraad op dit moment is in Wallonië en Brussel vooral. Huh? 67 dat vraagt u aan de Vlaams parlementslid. Ja, ja, maar u hebt daar zeker ook een mening over. We zien, uh, veel mensen zien niet echt activerende maatregelen om ja, mensen. Die al lang in de werkloosheid zitten, om die ertoe over te halen toch aan het werk te gaan. Verschillende regio's hebben natuurlijk ook hun duit in het zakje daar te doen. En dat wordt hier ook gedaan. Ook de werkzaamheidsgraad staat in het Vlaams Regeerakkoord. Daar wordt met minister Krevits fel aan de weg getimmerd. En als je denkt aan uh, werkloosheid en tewerkstelling, dan moet je aan verschillende dingen denken. Je hebt natuurlijk de klassieke stok achter de deur. En mensen niet in een werkloosheidsval laten zitten. Uh, je moet hen ook activeren. En activeren is niet alleen met de stok, maar is ook met de wortel. En dus door aan te geven. Kijk, je kunt je werk op een andere manier organiseren zodat het aangenamer is, dat het beter is, dat het fijner is. Ja, dan is dat ook interessant. Meer en meer zien we dat zeker jonge mensen aangeven dat alleen hoeveel ze verdienen niet het enige is. Dus ik ben ervan overtuigd dat die maatregelen, die flexibilisering die daar is, zeker en vast een grote mogelijkheid bieden. Dan heb je een aantal sectoren zoals e-commerce en platformeconomieën. Daar moest iets in gebeuren. Er zijn een aantal uitwassen die we kennen. Dat wordt opgehelderd, zeer goed. E-commerce. U kent het ook, je zoekt een product op internet. Het eerste wat je tegenkomt is een Nederlandse website die dat u, u dat product komt leveren. Dus het zou wel jammer zijn dat we zoveel inkomsten verliezen en dus ook zoveel jobs door die sector niet aan te pakken. Ja. Opnieuw, het mag geen wild cowboycapitalisme worden. Het moet geregeld zijn, maar het moet de nodige flexibiliteit kunnen bieden. Die jonge mensen die hard willen werken in het begin van hun leven kansen biedt om vooruit te geraken. Dus ja, ik geloof dat deze maatregelen een belangrijke stap verder zijn. Maar uiteraard, het werk is lang niet af. Er is nog veel te doen. Ja, en wat is de prioriteit? In al die dingen die er nog te doen zijn voor u? Dat is te veel om op te noemen. Daar ga ik mij nu vandaag niet over uitspreken. Heel de zei vanmorgen in een interview van neem nu de langdurig zieken. In Vlaanderen zijn al niet meer zoveel werklozen, maar er zijn wel heel veel langdurig Klopt. zieken. Ik wil die activeren met de VDAB, maar ik mag dat nu niet op dit moment. De federale regering blijft maar uh, vertragingsmanoeuvres doen om een akkoord te sluiten met de Vlaamse regering om dat wel mogelijk te maken. Dat is toch redelijk ongelooflijk dat Het dat zo lang duurt. is een langdurig... problematiek die inderdaad heel complex is. Hè. En als je spreekt over langdurig zieken, een aantal mensen zijn gewoon heel erg ziek en kunnen niet meer werken. Een aantal Mensen zijn heel erg ziek of minder erg ziek en willen graag een beetje kunnen werken. En daar stopt het soms. Verlies van uitkeringen wanneer je bijkomend werk. Er zijn een heel aantal dingen die op elkaar afgestemd moeten worden. En dat zal nog wat tijd vergen. We hebben nu deze eerste stap gezet. Je moet er ook rekening mee houden dat je compromissen sluit, dat je je wil als partij niet zomaar kan doorduwen, dat je ook met de visie van anderen moet rekening houden. En zoals het gaat in België, stap voor stap, maar wel degelijke akkoorden. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat ook daar nog de komende jaren wel doorbraken zullen komen. Ten slotte is het ook ook in het welzijn van mensen die langdurig ziek zijn, wanneer zij aangeven te willen werken, dat zij ook vooruit kunnen komen in het leven en niet in hun ziekte opgesloten blijven.